Heb je dat gevoel dat er altijd camera's op jou gericht zijn, maar wil je dat eigenlijk zelf ook doen in jouw Minecraft server, dan kun je dat doen met de plugin die ik jullie vandaag ga laten zien. Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games! Vandaag ben ik hier met een nieuwe plugin tutorial en vandaag ben ik hier met de CCTV plugin. Met deze plugin kun je in een computertje kijken, kun je op een camera klikken en kunnen we naar een camera gaan kijken zoals we hier te zien krijgen. We kunnen naar links en naar rechts gaan bewegen en doorheen deze camera gaan kijken met zelfs nachtvisie en nog een hoop andere camera's die we allemaal kunnen gaan neerzetten op onze server. Om deze plugin af te halen, ga je naar het link hieronder in de beschrijving en kom je op de Security Camera Plugin. Deze plugin kun je downloaden met behulp van het Download Now-knopje en kun je spelen in al deze verschillende versies. Deze is trouwens aangebracht geweest op mijn aanvragen, video-ideeën-pagina van Discord, of hoe je het ook wilt noemen, door Royan de Almighty. Kan je uitleggen hoe de plugin in, hoe de plugin CCTV-camera werkt. Dus jawel, daarvoor ben ik vandaag om dat een keertje uit te leggen. En als je deze een keertje hebt gedownload, dan kan je naar je Minecraft gaan en kunnen we direct gaan beginnen met camera's te gaan toevoegen op jouw wereld. Je gaat naar een plaats waar dat je een camera wilt hebben. Je kijkt ook in de richting dat de camera moet staan, bijvoorbeeld naar deze richting. En dan doe je het volgende met het hoofdcommando: slash cctv. Vervolgens, we zijn bezig met camera's, dus camera. En dan create. En dan vervolgens de naam van jouw camera, bijvoorbeeld YouTube. En als we dat doen, dan, huppa, in mijn hoofd staat dan hier spontaan een camera die ook in deze richting staat. We kunnen een hoop aanpassingen doen aan deze camera. We kunnen deze ook onzichtbaar maken. We kunnen deze ook ja, een ander hoofd meegeven, een ander type camera. En en zoveel meer. Deze camera die kunnen we gaan toevoegen in een groep. En een groep kan bestaan uit meerdere camera's. Bijvoorbeeld in jouw spawn heb je meerdere camera's staan, dan kunnen we die samenvoegen in één bepaalde groep. Om zo'n groep aan te maken doen we het volgende met slash cctv vervolgens groep, dan create en dan kun je gewoon deze een naam geven. Bijvoorbeeld ik noem deze hele groep. Ik noem deze bijvoorbeeld spawn. En als je dat hebt gedaan heb ik nu een groep aangemaakt met de naam spawn. Deze camera moeten we daaraan toevoegen. Dus doen we CCTV. Vervolgens typen we Group. Dan kunnen we oh, Add Camera doen. Dan kunnen we de groepnaam meegeven die we net hebben aangemaakt. Zoals onze Spawn. En dan bijvoorbeeld onze YouTube. Huppa, deze is nu toegevoegd aan deze groep. Dus nu kun je meerdere camera's aan een groep gaan toevoegen. Om deze dan later in jouw computer te steken, wat niet echt op een computer lijkt. Om nu in deze camera te gaan kijken, kunnen we dat op verschillende manieren. Je kunt dat met het hoofdcommando doen, met slash cctv camera, dan vervolgens view, en dan de camera die je wilt bekijken, bijvoorbeeld YouTube. En dan gaan we daar een keertje ingaan. Hup, we zijn nu in de camera, we kunnen naar rechts gaan, we kunnen ook een keertje naar links gaan, we kunnen eruit gaan als je wilt, of door te bukken, en met opties kunnen we night vision opzetten, als je night vision hebt staan, we kunnen een... Spotlight opzetten. We kunnen inzoomen. Ook wel een best handig. Want dan zie je dus dat we vrij ver kunnen inzoomen. Tot terug uitzoomen. En we kunnen ook terug uitgaan. En als je bukt. Of je doet op close, dan gaan we eruit gaan. Kijk eens aan, we zijn uit de camera. Maar ja, we kunnen deze camera's ook bedienen met behulp van een. Computer. Ook al raad ik je aan om een eigen texture pack te maken en de computer aan te passen, want het treedt op niet zo heel veel. Deze computer kun je verkrijgen als een admin met behulp van slash cctv en dan computer en dan get. Met computer get krijg je een computer die je gewoon kunt neerzetten. En nu hebben we er twee. Rechtermuisknop kun je in de computer en hier kunnen we verschillende opties gaan aanpassen. Dus we klikken bij opties. We kunnen camera's toevoegen. We kunnen computer. Toegang geven op deze computer, dus wie daar toegang mag hebben. En we, mogen ook, we kunnen ook groepen toevoegen. Dus afzonderlijke camera's en groepen. Bijvoorbeeld ik wil de groep spawn gaan toevoegen. Dan gaan deze standaard al de camera's van spawn gaan toevoegen. Maar we kunnen ook nog toegang geven tot bepaalde personen. Linkermuisknop, dan ga je een volledig menu krijgen van alle personen. Bijvoorbeeld deze persoon mag altijd op deze computer. Rechtermuisknop is weghalen. En middelste muisknop of nee. Shift, linkermuisknop is voor te zorgen om dat aan of uit te zetten. Dus we kunnen een keertje kijken bij de camera. Linkermuisknop ga je gewoon naar de camera. Rechtermuisknop kunnen we deze aanpassen. We kunnen deze ja, gaan draaien. We kunnen ook de skin aanpassen. Bij de skin kunnen we deze verschillende skins geven. Bijvoorbeeld de koppercamera. Die wil ik een keertje eraan geven. We kunnen daar een keertje naartoe gaan. Dus we gaan naar de camera gaan. En dan zie je dus ook het zicht: dit is wat de camera op dit moment heeft. We gaan er een keertje uit, want we kunnen nog andere instellingen aanpassen. We kunnen deze camera uit of aanzetten. En we kunnen deze camera ook laten tonen. En eventueel de naam veranderen en verwijderen. En voor de rest ja, heb je nog alle camera's hier tussenin staan. Nu, er zijn nog een paar andere commando's. Plus, de computer en de camera kun je ook nog maken met behulp van een recept. En dat recept staat namelijk hier. Dat recept kan je ook standaard aanpassen in de config file. Dat laat ik straks eventjes kort zien. Maar je kunt dus met behulp van recepten jouw computer of camera ook gaan maken. Er zijn er nog een paar commando's die je... Zo, eventueel kunt je gebruiken of via de computer. En dat staat eigenlijk ook nog allemaal hier op dit bestandje. Als we hier naar de list gaan: je kan camera deleten met camera delete, camera bekijken, hebben we dat juist gedaan. Je kunt dat teleporteren, hernoemen, verplaatsen naar jouw locatie met behulp van move hier teruggaan naar die camera, een lijst krijgen, de eigenaar zetten. Je kunt bijvoorbeeld een camera krijgen en dat is ook een handige, dan kan je gewoon dit commando typen en dan heb je een camera die je gewoon ergens kunt neerzetten, dus wel best handig. En voor de groepen heb je ook nog extra commando's en voor de computer heb je ook nog een paar extra commando's die je allemaal kunt gebruiken. Maar wil je nu de skins aanpassen van deze eh, van deze camera's of het recept aanpassen, dan kan je dat doen in de config file. Als we naar de plugin gaan, hebben we deze verschillende config files en eigenlijk de meeste zijn vrij simpel je hebt de camera's waar de camera's staan taal kan je gewoon de taal aanpassen computers zijn waar dat de computers staan camera groups zijn gewoon de camera groepen hoef je niet willen te doen en dan de config file waar dat je dus de recepten kunt aanpassen en ook de blok kunt aanpassen van de computer en hier ook van de camera kan je aanpassen met ook de volledige skins dus dat is ook allemaal best wel handig ja dat is alles, dus ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Doe dan dat duimpje omhoog, raak dan dat abonneerknopje aan en vergeet zeker en vast niet dat bellicoontje een keertje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie wanneer er een video komen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!